Als ik in debat raak op Twitter en soms op nog beschaafdere plekken, krijg ik heel vaak dezelfde termen en beschuldigingen om de oren. Het lijkt me daarom goed een paar van die termen en beschuldigingen van een definitie te voorzien. Ik begin met links lullen, rechts vullen. De suggestie is, of als je links bent mag je niet veel geld verdienen, of als je veel geld verdient kun je niet links zijn. Beide zijn natuurlijk onwaar. Links zijn betekent dat je tegen te grote inkomensverschillen bent, dat je het absurd vindt dat de CEO en CFO van een bedrijf 400 keer zoveel verdient als de mensen op de werkvloer, los van bonus en trucs. Dat je het absurd vindt dat een klein deel van de wereldbevolking in grote overvloed leeft, terwijl een aardig ander deel elke dag hoopt schoon drinkwater te vinden en een golfplaat het dakje dat overeind blijft staan. Links is niet tegen rijkdom, links is tegen armoede. Je kunt dus best links zijn en goed geld verdienen. En dan andersom. Als je geld verdient, veel geld zelfs, kun je niet links zijn. Ook dat is gelul. Het is wellicht niet verstandig om voor hogere belasting en herverdeling van inkomen en bezit te zijn, maar het mag natuurlijk wel. Komt zelfs vrij veel voor. En natuurlijk realiseer ik me dat ik door geld te verdienen en toch links te zijn een dief ben van mijn eigen portemonnee en vreselijk loopt te deugen. Deugen. Term die mensen gebruiken om gedrag te veroordelen waarvan ze weten dat het goed en menselijk is, maar waar ze zelf niet aan toekomen. Omdat er geen argument tegen te bedenken is, moet de persoon worden aangevallen die wel de moeite neemt. Goodmensch. Onnodig Duitse term voor mensen die dag in dag uit lopen te deugen. Deugen is dan D-O-umlaut G-E-N. Wegkijken. Wegkijken betekent dat je een probleem of bedreiging die voor de ander alles overheersend is, niet als zodanig ziet, laat staan dat je meegaat in harde maatregelen of mogelijke oplossing. Voorbeeld, als u het wel vindt meevallen met de islamisering van ons land, de dreiging van sharia en het verdwijnen van alle joods-christelijke waarden, dan bent u een wegkijker. Als jij niet ziet dat golven vluchtelingen nog steeds elke dag van alle kanten ons land binnenzwermen op zoek naar een uitkering en een meisje om van de fiets te rukken, dan ben je een wegkijker. Als je geen enkele aflevering van Heel Holland Bakt hebt gezien, ben je ook een wegkijker, volgens Jan Slachter van Max. Klimaatgekkie. Dat bent u als wegkijker vermoedelijk ook, omdat u denkt dat het leven op aarde wordt bedreigd door onze manier van leven consumeren, opmaken en uitstoten. En omdat u probeert daar rekening mee te houden met uw OV-abonnement, uw douchetimer en uw opleiding toegepaste wiskunde om het afval perfect over de 6 verschillende bakken en 4 verschillende inzamelmomenten te verdelen. Politiek correct. Krampachtige poging om bepaalde termen niet te gebruiken, omdat die beledigend zouden kunnen zijn voor bepaalde groepen mensen. Meestal mensen met meer huidskleur dan gevoel voor humor. Ah, dat was dus politiek incorrect. Dat is allerlei termen juist gebruiken, omdat je daarmee laat zien hoe rebels je bent. Filterbubbel. Dat is waarin je je bevindt door de kranten die je leest, de mensen die je spreekt en de algoritmes op internet die bepalen wat je wel of niet te zien krijgt. Je komt eruit door naar niemand meer te luisteren, zelf te blijven nadenken en een plek te zoeken zonder 4G. Mensen in boerendorpen zitten nooit in een filterbubbel, want die hebben geen vrienden, er worden geen kranten bezorgd en er is geen internet. Niet helemaal politiek correct, maar ik kom er geregeld en het is wel echt waar. Lieve boeren, dit was natuurlijk een grapje. Leek me wel gepast na de overvloed aan positieve aandacht die u de afgelopen 36 uur kreeg. Tot slot de jijbak. Het terugkaatsen van kritiek met als drive: jij doet ook slechte dingen, hoe durf jij iets over mij te zeggen? De jijbak lijkt op: heb jij al een vluchteling in huis dan, als je je druk maakt om verdrinkende Afrikanen voor de kust van Italië? Als ik wat recalcitrant ben, vraag ik vaak aan mensen die voor uitbreiding van Schiphol zijn of ze al een landingsbaan in de tuin hebben. En mensen die tegen warmtepompen en windmolens zijn, vraag ik naar de kerncentrale in de kelder. Laatst vroeg ik iemand met een mening over Ajax of AZ soms bij hem in de tuin zijn wedstrijden speelde. Dat bleek inderdaad zo te zijn. Tot zover, dank u wel.